Zo, hier staan de paden. Ja, hier tegenover Reine Heeken. Ja, hallo. Van, uit Bredevoort eigenlijk, van Mammoet, geloof ik. Ja. Ja? Mm-hmm. Hoe gaat het dan met Mammoet in Bredevoort? Ja, momentan een beetje rustig. Ja. Omdat daar komen ja geen Duitse bezoekers. Ja, en dat is de reden dat je aan de grens bent gegaan voor een tweede zaak hier. Hoe dat Bücher tanken op de grens? Ja, Bücher tanken op de grens, ja. Hoe kom je ook? Ik was op zoek naar een boekenloods. Ja. En dan heb ik dat hier ontdekt, dat was leeg. En deze afdeling, dat was een paardenstal. Ja. Dus, en dan toen ze voor Pasen de grens van plan waren te sluiten, dachten we, hier moet iets gebeuren. Ja. Een klein zelfbediening, boekenwinkel. Ja, en wat is het assortiment aan boeken? Is het hoofdzakelijk Duits en Nederlands? Ja. Zo één, de linkerkant is Nederlands, de rechter is Duits. En gemengd van alles wat daarbij. Ja, dit is een beetje een combinatie van eerst tanken en daarna een boek hier bij je halen. Of andersom. Of andersom. Zo, die mensen, voor Pasen standen ze in een lange file tot aan de dikke steen daar in Bold. Ja. Om hier goedkoop te tanken. Ja. Dan kunnen ze zo lang wachten moeten om hier te tanken. Dat was eigenlijk niet de bedoeling eigenlijk, hè? Flink hier een boek lezen. Ja, maar was niet, zo'n stroom mensen was eigenlijk niet de bedoeling eigenlijk, hè? En nu is het ja heel rustig de laatste dagen. Hè? Ja. Ja. Dus het heeft zich behoorlijk wat genormaliseerd eigenlijk. Ja. Ook door die hele coronavirus. Maar het is te zien dat in de laatste 2-3 weken steeds minder Duitsers hier over de grens gaan. Ja. En andersom. Ja. Maar die kunnen nu het mooie zomer weer genieten op de fiets tot hier te komen en in de boeken te snuffelen. Ja, waarom is gekozen voor zelfbediening? Men kan hier een boek kopen en dan heb ik gezien één boek voor, wat is het, voor €3 geloof ik. Oh, wat? Ja, je kent de prijs nog niet uit je hoofd. Ja. Ook voor die mensen die... Ja, maar dat vind ik ook al. Ja. Kijk, eentje voor 2 en 3 voor 5. Ja. Ja. En ik zie iets van Honesty Bookshop. U beroept zich op de eerlijkheid van uw klanten? Dat is het. Dat is het Engelse woord voor... Eerlijkheid. Eerlijkheid, vertrouwen. Ja. Ja. En hoe is het vertrouwen? Och, ik zie elke dag hier... Kijk, dat is dan hier... Ja. Deze deur. Ja. Ja. Daar hebben we hier een mooie ouderwetse brievenbus. Ja. Kijk, daar kunnen die mensen dan... Het geld. Ja, normaal is die deur dicht als u niet er bent. Die is dan dicht, ja. Dus dan blijft alleen maar... En die blijft dag en nacht dan open. Oh, zo dag en nacht? Ja. Dus je kunt ook midden in de nacht nog even die boek halen. Ja, dan moeten ze een zaklamp metnemen. Ja, maar goed. Dat geeft wel een heel bijzonder effect, hè. Om hier met een zaklamp daar in een boekwinkel rond te struinen. Ja. Hoe zijn de reacties hierop? Want ik ben er enigszins wel in de publiciteit al geweest. Ja. Dus dat is natuurlijk een beetje gek. Ja. Nu in de coronatijd iets positiefs te brengen. Ne? Ja. Niet af te hangen en te mopperen dat niks mogelijk is. Gewoon iets doen. Ne? Ja. Ja. Dit idee is ook een beetje wat u ook in Bredevoort hebben, dat je dan met zelfbediening uit een kast boeken uit kunt halen. Ja, ja. Hè? Ja, dat was ook de eerste Honesty Bookshop in Bredevoort. Ja, en dit is het... In 93 zelfs. Ja, u bent al een vertrouwd gezicht daar in Bredevoort. Ja, long time ago. Ja, nou, ja, over long time ago gesproken, ja. Over al die andere activiteiten, die vallen allemaal in het water, hè? Want de regels zijn eigenlijk gezegd... vanuit Den Haag tot 1 september geen evenementen meer. Dan noem ik bijvoorbeeld die poëziemarkt die hij heeft bij de Willem van Oranje. Dat valt ook allemaal, hè? Ja, valt alles in het water. Ja. Ja, dat is jammer. De hele boekenmarktseizoen is dood. Ja. En dat heeft ook voordelen.
Dat was van voordeel omdat dat u dan op nieuwe creatieve middelen zoekt, ja. Zoals hier een zelfbedieningswinkel hier op de grens in Barlo. Ja, bijvoorbeeld. Of gewoon de mooie tijd genieten. Ja. Een beetje wandelen hier in de buurt. Prachtige omgeving. Ja, kijk. Dat gaat niet door. Ja, misschien in oktober misschien. Misschien, ja. Of die boekenbeurs in de Koppelkerk op 15 november misschien. Ja, ja. Dat hoop je dat nog wel doorgaat. Ja. Want dan is het hele seizoen al helemaal weg eigenlijk. Dan is het plat, ja. Ja. Dan zit je hier, dan kan je naar de vogeltjes luisteren of naar de auto's. Ja. Hoe reageren uw collega's bijvoorbeeld? Hoort u daar ook wel signalen uit de rit van Boekenstaat? Omdat ik ga ja ook boekenmarkten in Duitsland organiseren. En ja, die zijn natuurlijk alle teleurgesteld dat deze seizoen niet doorgaat. Ja. Ik ben nog 4-5 al geweest. Ja. Ja. Nou, ik zie dat u ook hier bent aangekomen met de fiets. Bent u geslaagd als boekenworm hier? Natuurlijk. Ja, wat had u, wat voor boeken gaat er mee? De boeken, Kinderglas. Het oprecht, ja. Maarten het hart, Charles Chaplin, Goethe, Kees van Kooten en Siegfried Lenz. Ja. Nou, dan heeft hij wel een aardig wat te lezen tijdens deze coronaperiode. Als je 3000 boeken thuis hebt, dan heb je toch nog wel wat te lezen. Schrijven in ons gastenboek. Ja. 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 Ja